Het Constitutioneel Hof van Suriname heeft behoefte aan institutionele versterking op het gebied van trainingen en opleidingen, gericht op de specialisatie van de leden van het Hof. Deze versterking is vervat in het project Training and Practical Guidance of the Constitutional Court Suriname for Institutional Strengthening. De ceremoniële start van dit project werd vandaag gegeven door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging CDR. Volgens Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof Suriname, is de organisatie jong. Een evaluatie na 2,5 jaar na oprichting laat een moeizame start zien. Door onder meer de COVID-pandemie, het ontbreken van de meest basale logistieke en administratieve zaken, als ook het ontbreken van institutionele versterking. Desondanks heeft het Hof zich niet uit het veld laten slaan en ondanks alles is het Hof in staat geweest onder vermelde omstandigheden een oordeel te geven over twee heel belangrijke besluiten, met name de amnestiewet van 2012 en de kiesregeling. Het Hof is nu drukdoende de derde en de vierde rechtsvraag te beantwoorden. Ten einde de aan haar opgedragen taken en bevoegdheden adequaat en professioneel, maar bovenal rechtsstatelijk te kunnen uitvoeren, is sowieso capaciteitsversterking en institutionele versterking dringend vereist. Het Hof is zich bewust welke hoge eisen aan hem gesteld worden en in dat kader is het van eminent belang om te blijven scholen, zodat deskundigheid en bekwaamheid en specialisatie binnen het Hof alleen maar groter kunnen worden. Vandaar dat het CDR namens het Hof. Voor minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie komt deze training goed van pas bij het versterken van ons constitutioneel Hof. Zijn ministerie heeft een goede samenwerking met Canada. Recently in September, I had a successful working meeting with Ambassador Berman of the High Commission of Canada to Guyana and Suriname about the various cooperation options such as the Canadian Fund for Local Initiatives, CCEDM, and the development program which we want to make good use. As they say, good cooperation leads to good results. Once again, I want to thank everyone who contributed in any way to the realization of this project. I appeal to the participants of this project to commit themselves to gain a better understanding of the tasks, activities, and authorization of this court. Tijdens deze trainingen, die de komende 6 maanden zullen lopen, zullen er verschillende cursussen worden verzorgd door leden van constitutionele hoven van diverse landen. Enkele onderwerpen zijn constitutioneel recht, staatsrecht en het beoordelen van overheidsbeslissingen.